Goedendag kijkers, ik ben Ivan Tayapin voor Surifatu.com en ik sta vandaag hier met theatermaker Farida Harlo. Farida is hier op vakantie in Suriname en volgens mij kom je bijna elk jaar hier, hè? De laatste tijd, december. Ben je hier? Ja. Je houdt het niet meer vol in Nederland? Nee. Waarom hou je die vol dan? Hoe langer ik blijf, hoe minder ik van Nederland hou. Waarom? Het is te koud. Het is te koud en het leven is hard en je familie is er niet, dus. Oh, want je familie woont allemaal in Suriname? Grotendeels, ja. Grotendeels, dus je mist ze meestal in december? Ja. Maar waarom kom je juist december? Feestdagen is emotioneel als je alleen daar bent en je wil met je ouders zijn en met je familie. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik hier kom. En deze periode in Suriname is best speciaal, hè? Dat zeggen alle Surinamers. En je ziet de laatste tijd ook veel meer toeristen hier. Ja. Wat betekent deze periode voor jou? Heeft het een bepaalde betekenis? Heeft het een bepaald iets? December bedoel je? Mm-hmm. Meer familie eigenlijk. Mm-hmm. Familie en feesten. Mm-hmm. Maar hoe langer je weg blijft, hoe minder je focus op feesten. Mm-hmm. En hoe meer waarde je hecht aan familie. Dus eigenlijk familie. Mm-hmm. En 31 december, waar ben je dan op die dag? Wat ga je doen? Heb je het al gepland of plan je het niet? Je kijkt maar. Dit jaar ben ik van de niet-planning. Ik heb geen zin in plannen meer. Maar meestal is het Galaxy en dan zie je wel en misschien de Shack. En misschien ben je dit jaar ook op de Surifatu-bus? Ja. Je weet dat niet ik zeker? Ik weet nog niet zeker. Oh, je hebt zeker andere plannen gemaakt, hè? Ja, ik heb mijn vrienden en broers, dus je wil daarmee gaan feesten en dansen, toch? Nee, ik begrijp het, dat je toch wel keuzes maakt die voor jou belangrijk zijn op dat moment. Hey, zo leuk, naar die vogels. Mm-hmm. Verder, 2013. Mm-hmm. Waar gaat het naartoe met Suriname, denk je, in 2013? 2013, ja. Op welk gebied? Is dat jou? Waar denk je dat het naartoe gaat? Ik denk dat alle vlakken, dat de ontwikkeling steeds, het wordt steeds beter. En elk jaar als ik kom, merk ik steeds meer verandering. Dat ik eigenlijk schrik hoeveel je mist. Dus ik weet niet hoe hard het gaat komend jaar, maar ik denk dat alles vooruit gaat. Hopelijk de wegen nog beter. En het verkeer, want er zijn te veel auto's, merk ik, dat je uur van noord naar zuid moet rijden, dat vind ik een beetje... Er zijn wel weer files. Ja, bedoel, dat is een beetje traumatisch. Maar ze hebben daarvoor de ringweg gedaan, maar nu heb je ook file op de ringweg. Ja, dat werkt niet, dus we moeten of een metro of een tram iets gaan bedenken, want dit is niet te doen. Dames en heren, jullie hebben het gehoord. Farida Harlo, theatermaker, ze wil meer trams en metro's in Suriname. Of je wil een tram of iets, een metro. Iets openbaar vervoer. Wat echt goed. Er zijn te veel auto's. Mm-hmm. Er zijn veel te veel auto's. Dat komt door al die toeristen. Jullie komen allemaal naar hier in december. Want door het jaar is het niet zo hoor. Het is niet waar, want ik rijd niet mijn eigen auto. Ik rijd mijn ouders hun auto. Dus het ligt niet aan die toeristen. Sorry, je bokt me. Dames en heren, ik zie jullie tot de volgende keer. En check www.facebook.com/surifatu.com. No? Nee, gewoon Surifatu. Okay. Gewoon Surifatu, hè. Doei! Doei! Goedendag kijkers, ik ben Ivan Tayapin voor Surifatu.com en ik sta vandaag hier met theatermaker Farida Harlo. Farida is hier op vakantie in Suriname en volgens mij kom je bijna elk jaar hier, hè? De laatste tijd, december. Ben je hier? Ja. Je houdt het niet meer vol in Nederland? Nee. Waarom hou je die vol dan? Hoe langer ik blijf, hoe minder ik van Nederland hou. Waarom? Het is te koud. Het is te koud en het leven is hard en je familie is er niet, dus. Oh, want je familie woont allemaal in Suriname? Grotendeels, ja. Grotendeels, dus je mist ze meestal in december? Ja. Maar waarom kom je juist december? Feestdagen is emotioneel als je alleen daar bent en je wil met je ouders zijn en met je familie. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik hier kom. En deze periode in Suriname is best speciaal, hè? Dat zeggen alle Surinamers. En je ziet de laatste tijd ook veel meer toeristen hier. Ja. Wat betekent deze periode voor jou? Heeft het een bepaalde betekenis? Heeft het een bepaald iets?